woensdagmiddag is de Tros er weer met onder andere Calimero's Bioscoop en de Bluffquiz. En op onze vaste Tros zaterdagavond kunt u onder meer kijken naar The A-Team. Na het nieuws naar de Showbizquiz, Harte 2 en om 21:15 de spannende film De Dag Dat de Triffids Kwamen. Stel je voor, een wereld als een nachtmerrie waar gigantische, wandelende en vleesetende planten mensen aanvallen omdat ze honger hebben. Miljoenen mensen worden blind door het felle licht van de kometen. De ziende mensen worden aangevallen door hysterische blinden. The Day of the Triffids, John Wyndham's huiveringwekkende roman. Een science fiction klassieker voor meer dan 30 jaar. Nu een nieuwe tweedelige tv-film waarin de nachtmerrie opnieuw werkelijkheid wordt. De dag dat de Triffids kwamen. John Dutton als de Triffid-expert midden in een wereld van geweld. Een man die aan de basis staat van de uitroeiing van levensgevaarlijke, vleesetende planten. Aanstaande zaterdag en zondag griezelen en genieten van de tweedelige tv-film De Dag Dat de Triffids Kwamen. Het eerste deel dus aanstaande zaterdagavond om 21:15 op de Tros Televisie. En dan wat betreft Tros Radio. Tros Radio is morgen 23 uur in de lucht. De uitzendingen beginnen vannacht om 12 uur met De Nachtwacht en sluiten morgenavond om 11 uur af met Actua Sportcafé. En ook daartussen kunt u heel wat luisterplezier beleven. Op deze zender volgt nu nog een uitzending van Feduco en Telejak. Wij wensen u een hele prettige zondagavond en tot ziens maar weer.